Flevoland is niet drooggelegd voor haarzelf, maar om Nederland van dienst te zijn. Soms een tikkeltje eigenwijs, dynamisch, stoer en met durf, maar altijd met een optimistische kijk op de toekomst. 2020 voor de provincie Flevoland. Een mooi jaar, een sterk jaar, economisch een voorspoedig jaar, maar ook op het gebied van het samen met elkaar wonen, het samen met elkaar leven in deze mooie provincie. Ik hoop op een goede samenwerking tussen de 6 gemeenten en de provincie voor de komende jaar. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dat niet hoef te hopen, maar dat dat ook realiteit gaat worden. Nou, ik denk dat we dit jaar verder gaan groeien in werkgelegenheid, dus dat is gunstig voor de provincie. En daarom ben ik ook blij dat we als provincie samen met al deze partners die er vandaag zijn, een mooie duurzame toekomst gaan maken. Flevoland gaat zonder meer goed, daar ben ik absoluut van overtuigd. Flevoland is booming, dus daar heb ik geen enkele twijfel over. Dat we met elkaar, dus de gemeente, politie, OM, maar ook de provincie, verder gaan kijken hoe we de georganiseerde misdaad kunnen bestrijden. En daar de Flevolandse normen hanteren. Ik wens de Flevolanders toe dat we met elkaar een goed, gezond, maar vooral een veilig 2020 hebben. Veel luisteren naar elkaar en samen de schouders eronder zetten in het prachtige ontwikkelgebied. En dat de pioniersgeest in Flevoland voortgezet kan worden, zodat we kunnen bouwen aan een mooie provincie. En ik hoop dat we aan het einde van het jaar kunnen vertrekken met een vliegtuig van vliegveld Lelystad naar Spanje. Nou, dan hoop ik van harte dat we in ons land wat minder tegenover elkaar gaan staan en wat meer gaan samenwerken. Natuurlijk al het goede, veel geluk. En dat we goed met elkaar blijven samenwerken en een beetje lief zijn. En vooral een goede gezondheid. En ik wens u allen dan ook een gezond 2020 toe. Dat een ieder op zijn geheel eigen wijze mogen bijdragen aan de agenda van onze mooie provincie. Een provincie die er wezen mag. Dank voor uw aandacht.